Ja, zoals je ziet en misschien zelf wel hebt gemerkt, staat er vandaag al een stevig windje. Maar dat valt eigenlijk in het niet bij wat ons morgenochtend staat te wachten. Vanavond merken we daar nog wel weinig van hoor. Dan gaat juist die wind wat liggen. Maar komende nacht trekt een actief regengebied ons land binnen. En morgenochtend ligt dit regengebied pal boven ons land. En dan gaat die wind echt flink aansterken. Vooral in het noordelijk en in het westelijk kustgebied zijn namelijk windstoten tot 100 km per uur mogelijk. Lokaal zijn zelfs uitschieters van boven de 100 km per uur ook niet uitgesloten. Elders in het land, dan moet je denken aan Limburg, Brabant, maar ook in Gelderland zijn ook windstoten mogelijk. Maar hier blijven ze waarschijnlijk beperkt tot 75 km per uur. Naast de windstoten is de windkracht zelf ook zeker iets om morgenochtend mee rekening te houden. In heel het land gaat het namelijk echt stevig waaien. En vooral in het westelijk, in het noordelijke kustgebied en rondom het IJsselmeer is tijdelijk sprake van een stormkracht 8, misschien zelfs wel een stormkracht 9. Mocht het nou echt een uur lang tot een stormkracht 9 komen, dan is er zelfs sprake van een officiële storm. En dat zou de eerste keer zijn sinds augustus 2020. Heb jij nog tuinartikelen in je tuin staan? Dan moet je denken aan prullenbakken, stoelen of wellicht een trampoline. Zorg dan dat je deze even vastzet of naar binnen haalt. Er staat morgenochtend echt flink wat wind op het programma. En dan kunnen deze losse artikelen zomaar over de schutting bij de buren belanden.